Niemand komt graag in het ziekenhuis. Maar als je er dan toch heen moet, dan wil je dat het bezoek zo fijn mogelijk is. In het Juliana Kinderziekenhuis zorgt de kinderadviesraad daar wel voor. De CAR bestaat nu 5 jaar. Reden voor een feestje. De kinderadviesraad bedenkt ideeën die beter kunnen in het ziekenhuis. Of dingen die aangepast moeten worden. Om het ziekenhuis een stukje beter te maken in het perspectief van een kind. Ik zit bij de kinderadviesraad om 2 redenen. De eerste is dat ik later ook arts worden en ook in het ziekenhuis gaan werken. En dus vond ik dit iets moois om mee te maken voordat ik de wereld in ga. En ten tweede vind ik het ook belangrijk dat ieder kind goede zorg krijgt. En dat we alles aan kunnen doen om het beste te zorgen aan ieder kind te kunnen geven. Een grote wens van de kinderadviesraad was om buiten te kunnen spelen bij het Juliana Kinderziekenhuis. Dat kan nu. In de beleeftuin bij het ziekenhuis is een speciaal gedeelte voor kinderen ingericht met speeltoestellen. Dit is mogelijk gemaakt door de opbrengsten van de sponsorfietstocht Den Haag Texel. Ik vind het belangrijk dat kinderen buiten kunnen spelen omdat ze gewoon in beweging moeten zijn en hartstikke gezond is voor je. En waarom niet? Het is hartstikke gezellig buiten en lekker in de natuur. Voor iedereen het best, denk ik.